Nou, we horen net dat helaas de ballon niet de lucht in gaat. Dat heeft met de wind te maken, dus daar hoeven we verder niet meer naar te kijken. En we zien daar Marleen van der Heuvel van het Stadsdeel Oost of van de afdeling Sport. En nou ja, we horen het nog wel een keer van Helen Velders of een van de andere mensen. Maar we gaan nu in ieder geval even kijken. Springtouwen is een van de activiteiten hier vandaag op zaterdag 2 juli. Ook weer iets heel leuks. Nou loop ik eventjes richting Marleen. Marleen van der Heuvel, nou ja, daar is ze weer, sinds 2004. Welkom terug, Marleen. Hallo, welkom. Marleen, vroeger in mijn programma's op, ja, wat was het, Salto? Ja. En met de sport en recreatie. Tegenwoordig heet dat anders, hè? Ja, het is sector sociale realisatie en beheer. En wij doen de sportstimulering. Ja, Marleen van der Heuvel, die zit nog steeds in de sport. We zijn alweer 7 jaar verder. Ze ziet er nog net zo mooi uit als 7 jaar terug dus. Dank Marleen, vertel eens, wat zien we hier? We hebben hier een rope-skipping clinic. Ja. Het is eigenlijk een nieuwe versie van het touwtje springen van vroeger. Nou, in een nieuw jasje rope-skipping. Is dat een van jullie activiteiten of is dat alleen voor vandaag? Nee, we hebben dit speciaal voor vandaag ingehuurd. En het wordt georganiseerd door Pro Junk. Pro Junk? Jump, jump. Jump! Ja. Ah, springen, springen, ja, springen. Precies. Ja. Nou, we hebben ooit een artiest gehad, Maarten. Ik zal het nooit vergeten, in hetzelfde jaar 2004. Die had een leuk nummer, touwtje springen. En dat doen de kinderen hier, maar niet het ouderwetse touwtje springen, hè? Nee, nee, nee. Dit is inderdaad op muziek, op de beat van de muziek. Oké. Wordt er touwtje gesprongen. Ja, rope-skipping. Is wel heel leuk. Hoe staat het verder met de sport in Stadsdeel Oost? Hartstikke goed. Ja? Dat prima. We zijn veel bezig in de buurt, op de scholen, in de sporthallen. We proberen zoveel mogelijk mensen te inspireren met het sportvirus. Precies, dat is heel goed. Ik heb even een vraag. Bijvoorbeeld roeien, is dat er nog steeds? Bij Lagebrug? Ja, dat is er nog steeds. En 50 fit? 50 fit ook, inderdaad. Op de dinsdagmiddag. En de watersport in de zomer in het vroegere stadsdeel Zeeburg? Sorry? De watersport, zeilen in de zomer? Ja, dat is er ook nog op het Nieuwe Diep. Ja? Ja. Nou, dat zijn maar zo'n paar dingen die deden ze al in 2004 en anno 2011 dus nog steeds. Ja, zeker, zeker. Het zijn allemaal wel nieuwe ontwikkelingen uiteraard, maar het gaat hartstikke goed. En vertel eens, de website. De website. De website, ja, www.oost.amsterdam.nl uiteraard. En dan kan je doorklikken naar de afdeling sport. Nou, ik wens je heel veel succes. Ik heb Helen Velders inmiddels ook alweer gesproken. Die is ook nog steeds actief in de sport bij het Stadsdeel. En misschien komen we elkaar deze zomer nog een keer tegen bij Ahoy Radio TEVE. Dankjewel Marleen van der Heuvel. En veel succes. Oké. Okay. U kijkt naar Ahoy Radio TEE met beelden vanuit Amsterdam-Oost, 2 juli 2011. Samen Indische Buurt, een multicultureel festival.